Bij het begin van een nieuw boek zoek ik de rust en de stilte op. En dat is bijna altijd in de natuur. Hier aan de Schelde kwam het eerste idee voor de erfenis aanwaaien. Dat begint met een kleinigheid en dan begint mijn fantasie te werken. Eigenlijk lijkt het schrijven van een thriller een beetje op het brouwen van een duvel. Je hebt niet alleen vakkennis nodig, je hebt ook passie nodig. Je hebt de juiste ingrediënten, veel geduld ook nodig. En daarna beginnen wij te puzzelen met dat verhaal. Ik wist meteen dat het hoofdpersonage ook hier een jonge, sterke vrouw zou zijn. Een rebelse meid met een groot hart, een even grote drang naar vrijheid ook. En daarna begint het schrijven. Dat is heel intens, maar dat is heerlijk. Die zinnen kneden met altijd één zekerheid, dat de waarheid langzaam maar zeker naar boven komt borrelen. Een beetje als de belletjes in een glas duvel.